Goedemorgen allemaal. Hebben jullie er een beetje zin in? Ook als het gaat over fake news? Ja, doen we nog lekker mee. Mag ik aan deze zaal eens vragen wie er bang is dat hij beïnvloed wordt door fake news? Mag ik wat handen zien? Dat valt nog best mee. En wie van jullie denkt dat de buurman of buurvrouw stiekem een troll is? Kijk elkaar eens even goed in de ogen. Huh? En ik bedoel dus niet zo'n Scandinavisch figuurtje. Hè? Ik bedoel dan iemand die op internet bewust het debat loopt te vervuilen. Ik zag nog niet zoveel handen, maar geloof me, er zitten wat trollen in deze zaal. En wie tot slot, en dat is een gewetensvraag, betaalt er voor het nieuws? Oeh, dat is pijnlijk. Ah, dan komen er toch wat meer handen. Goed. Nou, we gaan het hebben over fake news. Een thema dat enorm in de belangstelling staat, internationaal en terecht. Want het heeft de verkiezingen in ruim 18 landen beïnvloed. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de verkiezingen in Amerika, waar fake news zelfs de uitslag van die verkiezingen beïnvloed zou hebben. Ik zeg zou hebben, omdat we dat niet helemaal zeker weten. 1 op de 4 Amerikanen die bezocht een website met fake news voor de verkiezingen. Zijn ze daardoor beïnvloed? Dat weten we niet. 60% was al pro-Trump georiënteerd, maar dat het een effect heeft gehad, dat is iedereen, nou, daar is iedereen wel van overtuigd. En wetenschappers, journalisten, jullie hopelijk ook, ik in ieder geval zeker, maken zich echt heel erg druk over die toenemende invloed van fake news. Want als we straks alleen nog maar nepberichten krijgen, hoe gaan we dan nog een debat voeren? Als we niet langer meer weten wat de feiten zijn, dan wordt het lastig. Dus het is een groeiend probleem en ik denk eigenlijk dat we in Nederland, internationaal, er goed ziek van zijn. En dat we echt moeten beseffen dat we een flinke griep te pakken hebben en een geneesmiddel nodig hebben. Dus ik hoop jullie wat tips te geven. Nederlanders maken zich nog niet zo'n zorgen. 3 op de 10 Nederlanders is bang dat hij beïnvloed is. Dat klopt volgens mij een beetje met het beeld wat ik net in de zaal zag. Dat blijkt uit onderzoek dat jaarlijks gedaan wordt door het commissariaat van de media. Dat is niet zo heel veel, 3 op de 10. In het buitenland maakt zich men veel drukker over fake news. Het heeft misschien te maken met onze nuchterheid of het feit dat het eigenlijk gewoon heel goed gaat met de journalistiek. Maar we kunnen ook zeggen dat we een beetje naïef zijn. En dat denk ik. Want fake news verspreidt zich razendsnel. Bereikt jullie allemaal dagelijks. En dat verspreidt zich via die leuke figuurtjes, die trollen. Maar jullie er ook. Maar ik denk dat er echt een aantal tussen zitten. Wie zijn die trollen? Trollen zijn figuren die op internet bewust het debat vervuilen. Die vinden het gewoon leuk om een beetje te pesten en discussies een beetje op te stoken. Een beetje flauw, lelijk taalgebruik, vaak een beetje haatzaaien. En dat zijn mensen zoals jij en ik. Dat zijn mensen zoals Kelly, die overdag een vrolijke secretaresse is, maar af en toe ook een beetje loopt te pesten. Een beetje bommetjes loopt te gooien. En dat soort figuren zijn ontzettend irritant. Niet alleen verpesten ze het debat, het zijn ook vaak sensatiezoekers. En dat is heel erg lastig. Ik woon zelf in Utrecht en jullie herinneren waarschijnlijk wel het schietincident van afgelopen jaar in maart. Nou, de hele stad was in paniek. Ik was ook in paniek, want mijn beide kinderen zitten daar vlakbij op school en die mochten de school niet uit. Nou, ik probeerde halstarrig overal het nieuws te volgen en ik kwam dit soort berichtjes tegen. Meerdere schieters, er wordt op de school geschoten. Nou, daar word je als moeder echt niet gerust op. En dat soort berichtjes zijn heel erg kwalijk. En we verspreiden ze allemaal, vaak om niet op, als we erover nadenken. En dat beïnvloedt het debat. En daar moeten we echt bewust mee omgaan. Dus trollen zijn heel irritant. Dan hebben we ook nog te maken met bots. Fake accounts. En dat zijn heel veel. Die verspreiden soms gewoon informatie en nieuws. En dan is er niks aan de hand. Maar heel vaak verspreiden ze ook fake nieuws. En als ze dan ook nog eens aan een netwerk aan elkaar geschakeld zijn, als een botnet, dan gaat dat razendsnel. Afgelopen zomer begon Twitter aan een schoonmaakactie en verwijderde ruim 30 miljoen fake accounts in een maand. Dat is nogal wat. En jullie zien op de slide een overzicht van Facebook, die verwijderde 2 biljoen accounts in het eerste kwartaal. Dat is echt heel veel. Die schoonmaakactie betekende in Nederland dat politieke partijen de PVV en DENK en ook Geert Wilders aan kiezers verloren. Dat zegt ook wel wat, want blijkbaar worden dus ook door politieke partijen fake accounts ingezet om om in ieder geval zieltjes te winnen. Dat zet ook aan het denken. Dus ook in Nederland is dit aan de hand.
Die trollen en bots zijn heel irritant, maar we hebben ook nog eens te maken met algoritmes. En die zijn pas echt eng. Want algoritmes die bepalen wat we lekker vinden en wat we leuk vinden. Gebaseerd op je eigen zoekgedrag op internet krijg je dagelijks de portie nieuws die het best bij je past. En dat is enerzijds superleuk, want daarmee krijg je de leuke nieuwtjes die heel goed bij jouw interessegebied passen. Maar dat bepaalt ook dat we steeds meer in een soort filterbubbel zitten. En alleen nog maar datgene consumeren wat we al lekker vinden. Dus eigenlijk elke dag pizza eten of patat. En dat is heel erg kwalijk, omdat we daarmee ook steeds minder datgene toegedeeld krijgen. Datgene eten wat we minder lekker vinden of wat misschien wel gezond voor ons is. We worden ook ongevoeliger voor. We zijn steeds minder tolerant naar andersoortige meningen. Dingen die niet zo in ons straatje passen. Dus die algoritmes die zijn ook echt heel erg gevaarlijk. En dan hebben we tot slot ook nog eens te maken met deepfakes. Een woord waar jullie vast al van gehoord hebben. Het is veel in het nieuws de laatste tijd en terecht. Deepfakes is een samentrekking van deep learning algoritmes en fakes. En daarmee is het mogelijk om video's te maken waarbij je het gezicht van de ene persoon op de andere plakt. En dan kun je Trump bijvoorbeeld tot een klimaatactivist maken. Nou, dat kan grappig zijn, maar dat kan ook hele gevaarlijke situaties opleveren. Zeker als we niet meer kunnen herkennen wat echt is. We kunnen ook beelden creëren van mensen die niet eens bestaan. Dat is die meisjes op deze foto. Eén van die meisjes bestaat niet. En jullie de vraag welke dat is. Wie denkt dat het linkermeisje niet bestaat? Linkermeisje. Achter in de zaal mogen jullie ook meedoen. Het linkermeisje bestaat niet. Gaan we naar de volgende. Wie denkt hier dat de linkermeneer niet bestaat? Dat is een niet bestaande persoon, is echt door een computer gegenereerd. Er is nog wat werk te doen hier. En bij deze dames, wie bestaat er niet? Wie denkt dat de linkerdame niet bestaat? Oké. Nou, laat ik jullie even meenemen. Bij deze meisjes, nu moet ik het even goed zeggen, is het meisje aan jullie linkerkant inderdaad een niet bestaande figuur. En dat zien we heel goed doordat de achtergrond een beetje blurry is. Achtergronden en contouren zijn op dit moment nog niet zo heel goed te manipuleren. Dus dat haar van de meisje is een beetje gek, loopt een beetje over in de achtergrond. En daarmee kunnen we nu nog snel herkennen dat dit inderdaad een niet bestaand persoon is. Bij deze heren is de jongen aan de, en moet ik het even goed zeggen, aan de linkerkant. Ik moet even stiekem spieken. Nee, voor jullie aan de linkerkant niet echt. En dat zien we door dat waterpropje boven zijn oor. Zien jullie dat? Hij heeft een soort watervlekje. Die vlekken die komen nu nog heel vaak voor bij gegenereerde afbeeldingen. En daar kunnen we het nog vrij snel aan herkennen. Maar goed. Dat is een kwestie van tijd, want de techniek die dendert vooruit en over een tijdje zullen we dat ook niet meer kunnen herkennen. En bij deze dames is het de dame ook aan jullie linkerhand die niet echt is. En dat zien we als jullie heel goed kijken naar haar oorlelletjes. Dat zijn geen oorbellen die ze in heeft. Die oorlelletjes zijn niet goed gemanipuleerd. Dat zijn dat soort kleine details, die gaan vaak mis. En ze heeft een rare bobbel in haar nek. Dat is geen gezwel, maar dat is gewoon slecht gemanipuleerd. Maar goed, het bewijzen hoe lastig het eigenlijk al is. En ik zei het al, de techniek dendert vooruit. Dus over een tijdje kunnen we dit simpelweg niet meer. Wat moeten we dan? Kunnen we überhaupt nog iets doen? Nou, er zijn wat tactieken. Er zijn wat geneesmiddelen voor dit griepvirus. En de eerste is educatie. We moeten met z'n allen digitaal geletterd worden, zoals dat zo mooi heet. Rationeel burgerschap. We moeten beter weten wat bots doen, wat algoritmes doen, wat deepfakes zijn. We moeten gewoon leren wat werkingsmechanismen zijn. Dan kunnen we het ook herkennen. En dat hoeft helemaal niet saai te zijn. Dat kan zelfs heel leuk zijn. Dit is DROG, is de Nederlandse trollenfabriek. En die geven wereldwijd trainingen en cursussen om mensen eigenlijk te laten inzien wat fake news doet. En dat doen ze op een nogal onconventionele wijze. Ze laten mensen bewust fake news maken. Vanuit de gedachte dat als je ze injecteert met het virus, het fake virus, dat ze dan antivirussen opbouwen en dus meer weerstand krijgen. Dat is een beetje een onconventionele gedachte. Nu hebben wetenschappers in Cambridge dat lopen onderzoeken. En die gedachte blijkt hout te snijden. Dat noemen ze de inoculatietheorie.
Nou, wij onderzoeken dat op dit moment ook in de Brabantse regio met gedragswetenschappers en we hopen daar echt een nieuw educatief aanbod mee te ontwikkelen. Want dit is gewoon ook leuk om te doen en door fake news te maken ontdek je dus wat er kan en ook hoe snel het gaat. Dus dat is één middel, educatie. De andere is, er zijn gelukkig ook een heleboel tools beschikbaar die ons kunnen helpen om bots te detecteren en om wat slimmer om te gaan met informatie op het internet. Die tools helpen met name ook journalisten. Dit is bijvoorbeeld Social Sensor, die kan heel snel detecteren of accounts op social media, of die echt zijn of niet. En de andere is een heel innovatieve tool, Claimbuster. Die kan politieke speeches direct vertalen naar tekst. En daar ook nog eens de claims in aanmerken en aangeven van welke claims dienen een extra check. Dat zijn fantastische hulpmiddelen voor journalisten die altijd te weinig tijd hebben. En die met dit soort tools heel snel kunnen kijken van, nou, deze speech, daar moet ik nog eens even goed naar kijken. Want die klopt absoluut niet met hetgene de president hiervoor beweerde. Dus ook dat zijn fijne tools. We hebben zelf ook zo'n tool ontwikkeld. Dat is Journalist Navigator, die journalisten moet helpen om betere experts te vinden. Ook dat is een probleem, dat we steeds dezelfde usual suspects op het podium hijsen. Die dan met prachtige one-liners komen, maar die misschien niet altijd even genuanceerd in het debat staan. En deze tool is eigenlijk als een soort plugin in een Word-bestand. Als de journalist een stukje aan het tikken is, dan krijgt hij daar de beste experts op dat specifieke gebied naar voren. En kan die dus genuanceerder het debat gaan weergeven. Het zijn mooie tools, maar het zijn uiteindelijk ook niet meer dan dat. Het zijn tools die ook niet zo betrouwbaar zijn. Dus mijn eigen account. En jullie zien dat ik ook niet zo betrouwbaar ben. Dat komt omdat ik een hele rare naam gebruik voor mijn Twitter. En dat geeft ook aan, hè, die tools zijn hulpmiddelen, maar ook niet altijd even betrouwbaar. Wat kunnen we dan nog meer doen? We kunnen zelf in het geweer komen. En dat roep ik jullie ook echt allemaal op om te doen. Dit is een prachtig initiatief in Litouwen. Die zetten elfjes in. Het zijn duizenden vrijwilligers die dagelijks het internet afstruinen om tegen trollen te vechten. De elfen tegen de trollen. Ja, dat is heel sympathiek en dat werkt ook. En daar werken vrijwilligers samen met journalisten en ook met politici om eigenlijk het debat te zuiveren. Een prachtige manier om zelf iets te kunnen doen. Een andere optie is vrijwilliger te worden bij Bellingcat. Bellingcat kennen jullie denk ik. Die kwamen onder andere met de onthullingen van de MH17. Bellingcat is een Brits onderzoekscollectief. Die hebben op dit moment ook een kantoor in Den Haag. En die proberen met journalisten, met designers, met hackers, maar ook met jullie, met vrijwilligers, wereldwijd de waarheid boven tafel te krijgen. En daartoe zoeken ze op het internet, in de diepe krochten van het web, naar de feiten. Proberen echt puzzels te maken, een reconstructie te maken. En we hebben dat gedaan met Bellingcat en onze studenten, om te kijken naar bijvoorbeeld die ramp in Utrecht, dat schietincident. Wat gebeurde er nou precies? Wie gebruikt als eerste het woord terreur? En wat was het effect van die trollen eigenlijk? Nou, een heleboel informatie lopen ophalen en een heel weekend daaraan gewerkt. En dan kun je het prachtig op een tijdlijn plaatsen. En dat is ontzettend belangrijk om te doen. Want daarmee weten we wat er feitelijk gebeurd is. Kunnen we ook ons in de toekomst beter wapenen tegen bijvoorbeeld dat trollengedrag. Dus dat zijn hele mooie manieren. Nu denk ik dat jullie niet allemaal een elfje willen worden. En waarschijnlijk ook niet allemaal als vrijwilliger bij Bellingcat kunnen gaan werken. Maar je kan het eigenlijk veel eenvoudiger doen. En dat is vooral door weer allemaal te gaan betalen voor het nieuws. Dat is een beetje zelfpromotie hier, maar dat meen ik echt. Want dat snacken op social media, wat jullie allemaal doen, dat is natuurlijk prima en hartstikke leuk. Maar je hebt gewoon dagelijks je portie groente en fruit nodig, je portie goed nieuws. En dat is echt heel belangrijk dat we daar ook weer voor gaan betalen. Journalisten zijn goed getraind om feiten van ficties te onderscheiden, om dat debat toch zorgvuldig weer te geven. En ik denk dat we daar ook weer veel meer op moeten durven vertrouwen. En daar ook die journalistiek moeten gaan empoweren. Door er gewoon ook weer voor te betalen. Goed nieuws is gewoon niet gratis. En tot slot, en die tekst lezen jullie al. Probeer vooral ook die troll in jezelf, of die troll naast je, probeer die de das om te doen. Probeer niet zomaar berichten te verspreiden die je niet gecheckt hebt. Of waarvan je denkt van, wow, dat is wel leuk, daar kan ik het even een beetje aan populariteit winnen. Doe het gewoon niet. Daar maken we het op internet een stuk vriendelijker en leuker door. En dan houden we het fake news, het griepvirus een beetje buiten de deur. Dank jullie wel.